het lijkt mij een perfecte gelegenheid om eens met twee gasten, ik zal ze zo aan u voorstellen, eens een toertje te maken op de motor. Zij rijden al enige jaren motor en maar eens even kijken hoe dat in zijn werk gaat. Hallo, ik ben Mark Kremers. Dit is mijn motor. Ik ben een doodnormale jongen die in de bankwereld werkt met een stropdasje aan en een pakje en netjes rondloopt door de kantoortjes. En in mijn vrije tijd wil ik lekker op mijn motortje crossen. Het liefst door Amsterdam. Of wat lekkere mooie weggetje buiten Amsterdam. Naar het noorden toe, naar het zuiden toe, je zegt het maar. Dat is hem. Goeiedag, ik ben Mark. Ik rij een Yamaha FZ7,5. Eerste dag van het nieuwe kalenderjaar dat ik kan gaan rijden qua weersomstandigheden. Dus ik heb er erg veel zin in. We gaan een stukje door Amsterdam. We gaan een stukje buiten Amsterdam. Ik denk niet dat we op het strand uitkomen, want dat loopt de rest van Nederland ook al. En verder zullen jullie het een en ander laten zien over motorrijden en het leven wat erachter steekt. We gaan dus even kijken hoe dat motortje klinkt. Mark, laat hem maar eens horen, zou ik zeggen. Daar komt ie. Dit is totaal geen probleem met starten. Klinkt gezond, Mark. Hij heeft een tijdje niet gelopen, maar hij is helemaal terug nou. Alles gaat weer een beetje op gang komen. En de olie loopt door het blok heen. Het gaat heel fijn worden. Fijn. Nou, we gaan even naar de motor van Mark. Kreem, ze heet allebei Mark, zoals al opgevallen is. Maar één heet Drent, de ander heet Kreem. En bij deze motor kan wel eens zijn, want die heeft lang stilgestaan, dat hij niet wil automatisch wil starten. Dus we kijken even. Nou Mark, doe je best. Ik probeer het op twee manieren. Kijken of hij lukt. Het klinkt niet zo lekker. Dat klinkt niet zo lekker. Dat klinkt nog slechter. Dus dan komen we uit op het alternatief. En het alternatief is nog altijd de goede ouderwetse handjes uit de mouwen aanduwen die handel. Het is hetzelfde als met een brommer. Je zet hem in zijn twee terwijl je stilstaat. Je zet hem op contact. Je neemt de aanloop, je gaat ermee rennen. Je springt erop. Je laat de koppeling laat je losschieten. En dan met een beetje geluk ga je met orten en stoten moet hij aanslaan. Nou Mark, dat gaan we eens even bekijken.
we zijn aangekomen in Zandvoort. Na een lekker ritje met de motor. En ja, maar eens even kijken wat er in Zandvoort te doen is. Ik moet zeggen dat het erg snel ging. Kopje koffie. Dus de beestjes rusten even uit. We gaan even een kopje koffie drinken. Even een goed gesprek met de heren. Ja, precies. Lekker kopje koffie. Lekker kopje koffie even bijpraten. Beetje naar de zee omheen kijken. Beetje naar de branding. Cafeetje. We zijn wachten op een kop koffie. En ik grijp deze gelegenheid om met Mark even te praten over zijn motorervaringen. Zeg Mark, heb jij eigenlijk wel eens een keer een motorongeluk gehad? Ja, dat zat er dik in natuurlijk. Ik ben één keer uit de bocht gevlogen met mijn eerste motor. Maar goed, hij deed het daarna nog. Ik heb hem erop kunnen knappen. Maar dat is wel schrikken. Schrikken als je met 120 uit de bocht gaat en je gaat een stuk of 10 keer over de kop. Dan ben je blij als je merkt dat alles nog heel is en dat je niks gebroken hebt en dat je gewoon nog leeft, zeg maar. Voor hetzelfde geld staat er een boom en dan heb je een probleem. En wat voor een psychisch effect heeft dat op jou, bij jou teweeg gebracht eigenlijk? Ik bedoel, stap je dan nog net zo makkelijk op een motor of zelfs makkelijker? Of zeg je van nou? Nee, je gaat wel iets voorzichtiger rijden. Je staat er wel bij stil wat voor gevaar dat je loopt op de weg. Dus ik ben er over het algemeen iets rustiger gaan rijden daarna. Iets meer gedoseerd. Vooral bij druk verkeer of bij onbekende wegen. Dat je goed kijkt hoe alles in elkaar zit. Dat je het rustig aan doet. Vooral niet laten overhaasten door tijdsdruk of dat je naar je werk moet. Dat je per se om 9 uur daar moet zijn. Je bent 10 minuten te laat. Ja, dan ben je maar 10 minuten te laat. Maar je moet niet als een idioot gaan rijden. En hoeveel jaar rij je eigenlijk een motor?